Camille. Hallo, ik ben Zoe. Hey, ik ben Hannes. Hallo, ik ben Stijn. Hey, ik ben Michael. Hallo, ik ben Nathalie. Ik ben Groene Michel. Ik ben Marianne. Ik ben Lorenzo. Hoi, ik ben Dries. Samen met enkele collega's hebben wij het fantastische idee om in deze groene zone naast ons bedrijfsgebouw een volkstuintje aan te planten. Als het ware een moestuin voor de collega's. Ik dacht aan vergeten groenten. Maar hoe heeten die ook alweer? En ik ben fan van basilicum. In mijn wortel zoek ik vrijheid patatkwee. En voor de niet-West-Vlamingen, de aardappel wordt vaak onderschat. Ik zou heel graag bloemkool willen kweken, want daar komen de kindjes toch uit. Wij, Zoe en ik, wij willen graag kruiden kweken. Zoals basilicum. Voor heerlijke basilicumbroodjes. Mijn zo en mijn zomer, denk ik. Ondanks het kille weer dromen Michael en ik al van lekkere zomeren salades. Van biologische tomaatjes, heerlijke salade, radijzen en bieslook. Ik zou eigenlijk graag mijn eigen theekruiden groeien. Mijn focus ligt op groenten. Ik wil mijn kinderen graag duidelijk maken dat groentjes uit de grond komen en niet uit de verpakking. Maar hoe pakken we dat nu best aan? Hey, ik ben Lizzie. Ik ontwerp tanen. Ik vind dat jullie fantastische ideeën hebben. Ik kan jullie daarbij helpen. Zal de collega's helpen en ontwerpt een tuinplan waarin de moestuin een centrale plaats krijgt. Vroeger werden de moestuinen van Abdijen dikwijls afgeschermd door een muur. Lizzie inspireert zich hierop en wil daarvan een hedendaagse versie maken. Ze stelt Zenturo Super van Betafence voor. Het is een uniek en strak design. Je kan er ongelooflijk veel mee doen. Je kan er bijvoorbeeld een dubbele wand mee maken. Dat kan dankzij de brede paal. Er kan een paneel gemonteerd worden aan beide zijden. En die ruimte kan je dan met allerlei materialen opvullen. Met keien, takken of grove boomschors. In de tuin die Lizzie voor de collega's ontwerpt, haalt ze ook inspiratie uit het vroegere landleven op het buitengoed. Je vindt er allerlei terrassen en plekjes waar het heerlijk vertoeven was. Ook in deze tuin krijgt het terras een belangrijke plaats, centraal tussen de moestuin en de serre. Lizzie kiest voor innovatieve materialen. De Twinson terrasplanken van de Keunink zijn samengesteld uit 50% PVC, 50% hout en ze zijn 100% ecologisch. Ze zijn ook onderhoudsvriendelijk en er is geen risico voor splinters in je voeten. Ze bestaan in heel wat warme en trendy kleuren. Het is een interessant materiaal voor terrassen. Is traditioneel de ideale periode om het lichaam te zuiveren. Zo start je het voorjaar boordevol energie. Een heilzame lentekuur bestaat uit drie belangrijke pijlers. Een gezonde voeding, voldoende drinken en een vitale levenswijze. Melkwei wordt al eeuwenlang gebruikt voor de verbetering van de spijsvertering en de goede werking van de darmen. Molkozan is een drankje gebaseerd op geconcentreerde melkwei dat goed is voor het welzijn van binnenuit. Simpel, 1,5 liter water per dag drinken en daar al wat molkozan toevoegen. En ook een gezonde voeding is een belangrijke pijler. Artisjok ondersteunt de spijsvertering. Het is een oude cultuurplant, resten ervan zijn gevonden in oude Egyptische grafkamers. En in het kruidenboek, het oude kruidenboek van Rembert Doudouns, of beter bekend als Doudouneurs. Hij was ook de Mechelse lijfarts van de Weense keizer Maximilaan II. Hij dichtte de artisjok zelf zinnenprikkelende eigenschappen toe. Onderzoek heeft aangetoond dat deze plant problemen met de spijsvertering vermindert en de vetvertering verbetert. Boldocinara forte is 100% natuurlijk en bevat een sterke concentratie artisjok. Ideaal voor een optimale spijsvertering. Maar goed, genoeg vertaald. Tijd om te doen wat we het liefste doen. De tuin intrekken. Dat ga ik ook doen. Ik ga de tuin omspitten en sporten mag op. Tijd om de nieuwe nestkastjes boven te halen en ze in de tuin op te hangen. Ik heb hier enkele duurzame exemplaren mee. Ze zijn gemaakt uit woodstone. Dat is een samenstelling van houtvezel en beton. Een paar stevige exemplaren dus.
In deze nestkastjes schommelt de temperatuur niet zo hevig als in een gewone nestkast. Met de koude dagen die achter ons liggen, zal de isolerende werking van Woodstone bijdragen tot een beter broedresultaat. Jonge vogels hebben in deze nestkastjes een grotere overlevingskans. En de kans is groter op een extra nest per seizoen. De grove structuur zorgt ervoor dat de jongen het nest makkelijker kunnen verlaten. Welke nestkastjes kies je nu het best? Wel, kijk eerst eens rond in jouw tuin welke vogels er daar vliegen en kies dan pas je nestkastjes uit. Vogels zijn erg kieskeurig in het uitzoeken van een goede nestplaats. Mussen, mezen, boomklevers en bonte vliegenvangers bijvoorbeeld willen het liefst een nestkast met een kleine invliegopening. Waarom kies je nu het best voor een Woodstone nestkastje? 1. Isolerend en ademend materiaal. 2. Beter broedresultaat en kans op een tweede nest per seizoen. 3. Eenvoudig te reinigen dankzij de wegneembare voorplaat. 4. Extra bescherming tegen roofdieren. En 5. Een lange levensduur. 10 jaar garantie.